Robbe, daar sta je dan na 5-7 winsten met de beker in handen. De beste ploeg van België. Ja, we hadden allemaal voor de match heel veel stress, maar nu we het samen gaan we wel feesten, denk ik. Ja, want het begon niet zo goed, hè? Jullie kwamen achter. Hè? Ja, ik denk dat het met de stress te maken had en stress is een groot onderdeel in de finale. Hoe is het om hier in Blauw-Zo de finale te mogen spelen? Fantastisch, hè, want misschien gaat hij dat niet meer meemaken, maar nu maken we het mee en dan is dat voor heel onze ploeg heel leuk. Hoe heb je de wedstrijd zelf beleefd? Het was leuk, maar toen we achter stonden was het minder leuk. Maar vanaf dat we voor stonden begint de match echt leuk te worden en is het al een klein feestje op het veld. Alleen op het veld en nu, waar gaat het feest verder gezet worden? Straks gaan we naar Kwik, maar eerst nog naar de U16 kijken.